De klant wordt nog met een glimlach geholpen, maar de schrik zit er goed in bij de pomphouders in Borne en Hengelo. Zoals bij het tankstation Jan Diepenmaat in Borne bijvoorbeeld. Nou goed, het komt steeds dichterbij. Ik bedoel, het is nou een reeks van overvallen. Wij hopen dat dit ophoudt. Het is dan ook niet niks waarmee de pomphouders de afgelopen dagen zijn geconfronteerd. Met overvallen op onder meer de Texaco aan de PC Hoofdlaan in Hengelo en de overval door Zwarte Piet op het Avia-station in Borne. Daar zijn inmiddels extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Maar we hebben sinds de overval afgelopen zondag hebben we besloten om vanaf 5 uur het luik voor te doen. Normaal deden we dat altijd om 9 uur. Maar in verband met afgelopen zondag en met de overvallen die gepleegd worden, doen we het nu om 5 uur. En ook even verderop bij tankstation Jan Diepenmaat zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Ook wij sluiten eerder onze kroeg vrije glas. Maken gebruik van een sluitbegeleiding. Dus op het moment dat het definitief wordt afgesloten, maken gebruik van een securitybedrijf die ons personeel begeleidt bij het afsluiten van het station. En ja, het glas gaat gewoon eerder dicht. Mensen zijn dan veiliger. Tenminste, die indruk die heb ik in een kooi. Bij Avia Weghorst is het personeel vooral alerter op vreemde zaken. Maar men weet vooralsnog niet hoe de golf aan overvallen te stoppen is. Nee, ik denk het niet. Het is meestal de decembermaand is vaak de drukste maand, dat de meeste overvallen plaatsvinden. En daar kun je eigenlijk niet tegenwerken. Ja, het leuk de hele dag ervoor doen, dat zou kunnen, maar dat is de bedoeling ook niet, denk ik. Maar ondanks de gewelddadige overvallen voelt het personeel bij de tankstations in Borne zich niet onveilig. Nee, niet met angst en beven. Nee, er wordt gewoon open over gesproken. Met elkaar? Met elkaar. En er is geen reden tot angst. We zijn geschrokken, maar we hebben dit eerder meegemaakt. Dit is de derde keer zeg maar, in de 8 jaar dat ik hier sta, dus het valt allemaal wel mee. We kunnen redelijk mee omgaan met elkaar, ook via het bedrijf uit wordt ons volledige steun gegeven, dus prima. Je bent niet bang? Ik ben niet bang. Als ik bang ben moet ik hier niet gaan staan, moet ik wat anders gaan doen.